Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win Podcast. Vandaag zit ik hier met Mirjam Streur en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Ik heb Mirjam leren kennen bij de masterclass, de innerlijke familie. Mirjam is namelijk psycholoog en gespecialiseerd in hooggevoelige mensen met een sterke wil. Dat is haar specialisme en ze gebruikt daarvoor smart tapping, tovertapping, maar ook de innerlijke familie om eigenlijk heel snel helder te krijgen van hey, wat gebeurt er nou in mij en waarom gedraag ik me zoals ik me gedraag? Nou, dat gezegd hebbende, vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandemeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je energie aan ons overdragen. Yes! Nogmaals, welkom Mirjam. Dank je. Heb je er zin in? Jazeker. Leuk. De Indianen die gebruikten een systeem, een schildensysteem, eigenlijk om gedrag bij jongens, meisjes, mannen en vrouwen eigenlijk duidelijk te krijgen. Ze mochten dan letterlijk het schild van hoe ze zich op dat moment voelden, mochten ze dan bij de tent neerzetten. Ja. Heb ik het zo goed begrepen? Ja, heb je heel goed begrepen. Dat systeem is vervolgens naar Nederland gehaald en wordt nu eigenlijk ingezet om jezelf, maar ook je gezin en je familie beter te begrijpen. Ja. Kun jij, laten we eigenlijk even bij het begin beginnen. Je bent begonnen? Helemaal met sociaal-pedagogische hulpverlening. Ja. En daarna systemische methode eraan toegevoegd. En uiteindelijk family and child therapist in Amerika gestudeerd. En via werkervaring terechtgekomen na geboorte van kindjes trouwens. Hè? Waarvan ik wilde weten van wat wordt nou eigenlijk mijn doel? Waar ga ik me op focussen? Wat vind ik echt dat interesseert me? Maar waarbij heb ik ook het gevoel dat ik echt iets kan betekenen? En zo kwam ik uit bij hooggevoeligheid sterke wil. Omdat ik zag dat daar... De jongeren, de kinderen en de ouders daarvan heel erg er tegenaan lopen. Ja, want dat heb ik net eigenlijk helemaal niet gezegd. Want je specialisme is hooggevoeligheid en sterke wil. Maar speciaal in het bijzonder ook nog bij kinderen. Ja. Bij kinderen en jongeren. Ja. Ja, leuk. Ja. Ja. En zo kwam ik dus bij Arianna Klein en Janneke van Olffen uit. Die, ja, Arianna heeft de innerlijke familie inderdaad naar Nederland gehaald. Laten we eventjes beginnen bij, wat is eigenlijk je innerlijke familie? Ja, dus de innerlijke familie is eigenlijk zo'n mooie methodiek. Hè? Het is eigenlijk een methodiek die je onszelf heel erg goed leert begrijpen. En die ook heel mooi over heel veel andere methodieken past. Dus dat vind ik eigenlijk het mooie hier ook van. En het legt eigenlijk heel simpel uit hoe we een beetje in elkaar zitten. Dus we hebben eigenlijk gezegd, de innerlijke familie zegt, we bestaan uit allemaal kwaliteiten en valkuilen, uit allemaal eigenschappen. En ja, als we die allemaal bij elkaar optellen, dan kunnen we zeggen, nou ja, jij bent Janneke en ik ben Mirjam. En zo kunnen we ons een beetje verdelen. En daar zijn heel veel dingen voor die kunnen zeggen, oh ja, dus die kwaliteiten, dat maakt wie jij bent. En die innerlijke familie heeft daar gezegd, maar dat is best wel een grote brei. Dus laten we, als we nou die eigenschappen allemaal een beetje verzamelen, dan kunnen we ze eigenlijk in vieren hakken. En dan zien we dat ze bij elkaar horen. En daar hebben ze een archetype op gezet om het duidelijker te maken. En vandaar dat de innerlijke familie ontstaat. Omdat we eigenlijk kunnen zeggen, eigenschappen die we hebben, die zouden stereotypen wat herkenbaar kunnen zijn aan bijvoorbeeld een meisje of aan een jongetje. En dat betekent dat het eigenlijk losstaat van of we man of vrouw zijn, maar dat iedereen heeft een jongetje, een meisje, een man en een vrouw. Dus een innerlijke familie in zich. Waardoor we kunnen verklaren en kunnen begrijpen en kunnen analyseren. Maar ook kunnen observeren. En oplossen. Ja, heel goed. Wat we ervaren, wat we voelen. Waardoor we soms conflicten hebben. Innerlijke strijd noem ik dat ook. Ik heb zelf altijd... Ja, ja, of waarom onze batterij zo lastig oplaadt. Ik zie dat tegenwoordig bij heel veel mensen dat ze superveel moeite hebben om te ontspannen, om die batterij weer vol te krijgen, om eigenlijk met energie aan de dag te beginnen. En dan denk ik ook altijd, oh, dan kan die innerlijke familie ook heel erg van pas komen. Ja. Ja, we leven ook in een maatschappij, in een cultuur waarin eigenlijk de rust en even tijd voor jezelf nemen. Ja, daar
op het moment dat we 1000 dingen doen per dag, zal iedereen zeggen, oh, wat knap, heb je dat allemaal gedaan? En niemand zal zeggen, oh, heb je lekker een dagje op de bank gechilled? Knap van jou. Hoewel dat er eigenlijk veel knapper is en veel moeilijker. En dat is inderdaad wat je met de innerlijke familie heel goed naar boven kan halen van, hey, wie staat er voorop? En wie heeft er eigenlijk behoefte aan wat? Ja. En dat is iets anders dan, als ik bijvoorbeeld mijn vader kijk, die heeft een hersenbloeding gehad. En als ik aan die vraag, waar heb je zin in? Dan zegt hij, skiën. Dan zeg ik ook, dus met de pijn en met het lichaam wat je nu hebt, heb je zin in skiën? Nee, maar mijn mind natuurlijk wel. Hè? En uiteindelijk met 3 keer vragen, hè, maar waar heb je nu echt behoefte aan? Waar heb je zin in met alles wat er nu is, wat je nu voelt, hoe je lijf nu is? En dan zegt hij, dan een lekker colaatje op een terrasje in een zonnetje. Dan komen we veel meer bij die behoefte. En anders is het dus zo'n lange strijd en weerstand. En ja, komen we steeds meer in de knoop. Ja. Hey, maar laten we eens even beginnen. We hebben dus in ons, in mij, in jou, ja, in iedere man, in iedere vrouw, in ieder jongen, in ieder meisje. Mm-hmm. Nou, dat is dan even nog een vraag. Maar in mij heb ik een jongetje met bepaalde behoeftes en kenmerken en valkuilen en schaduwkanten en kwaliteiten. In mij heb ik een meisje met bepaalde behoeften, kwaliteiten, schaduwkanten. In mij heb ik een man en in mij heb ik een vrouw. Yes. Oké, okay, kunnen we eens eventjes, want ik kan me al voorstellen dat sommige mensen dan denken, ik ben een man van 40 en ik heb een meisje in mij, dat ik dan misschien, hè, dat ze dan al afhaken. Ja. Kun je ons eens meenemen van hoe ziet dat eruit? Ja, eigenlijk hebben we dus innerlijke kinderen en innerlijke volwassenen. En die innerlijke kinderen, iedereen kent het innerlijke werk wel vaak wat we te doen hebben. En dit is inderdaad een tool om het te herkennen. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat wanneer we kijken naar het innerlijke meisje, daar beginnen we vaak even mee. Dan zien we dat die eigenschappen heeft van lief zijn, verzorgend, eerlijk, oprecht. Dus het innerlijke meisje staat voor de gevoelige kant in ons. Ja. Ja. Ons voelen. Ja, dus die zouden we ook voelen kunnen noemen. Dat is onze voelkant. Onze voelkant, ja. Okay. En daar zit dus ook de valkuilen, noemen we dat eigenlijk. Hè? Heel veel van de emoties. Dus het huilen, het verdrietig, de teleurstelling. Dat is wat we eigenlijk zien bij het meisje. Dus dat is het voelen. Ja. Ja. En het jongetje kunnen we ook zeggen, dat is onze wil. Daar zit ook, dat is nog goed om te weten dat in dat meisje zit ook het geluk. Oh. Ja, dat is ook een voelen. Okay, ja, dus ja. We kunnen wel heel erg het meisje willen wegduwen soms. Want de gevoelige kant is ook ingewikkeld. Voor veel mensen een beetje zoetsappig, soft. Maar er zit ook ons een geluk. Dus als we weer bij dat geluk willen komen, zullen we dat meisje moeten omarmen. Ja. En of anders gezegd, al die eigenschappen die in dat stukje zit, hè? Want het is maar een archetype. Ja. Hè? Het is maar een model om de werkelijkheid te begrijpen. Hey, je zou ook het meisje een kleur kunnen geven als je niet, hè, in dat meisje. Dus het is meer een archetype om te snappen. En je zou ook domein nummer 1 kunnen zetten, maar dat is niet zo tot de verbeeldingskracht. Dus dan raken we het kwijt. Ja. Ja, en het jongetje is eigenlijk onze wil, onze sterke wil soms dus. Dat is je levensenergie. Dus die is ook heel erg belangrijk. Die is je leren, je nieuwsgierigheid, je leergierigheid, maar ook je eigen wijsheid, dus je enthousiasme, je humor. Dus daar zitten eigenlijk heel veel dingen in. En we zien het verschil een beetje. Het jongetje is heel egocentrisch. Die kijkt, ik wil. Het overtuigen zit daar ook wel in. Zoals kleine jongetjes kunnen doen. Ik wil een ijsje en ik zal er ook alles aan doen om het toch voor elkaar te krijgen. Dus er komt creativiteit bij je te kijken. Dus dat is het jongetje. Wat is een schaduwkant van het jongetje? Doordrammen? Ja, drama, prinsjesgedrag eigenlijk. Hè. Ik wil hebben wat ik wil. Ja. Boos worden. Oh, ja. Woedend kan dat ook wel worden. Geen tijdslimiet hebben. Dus de tijd totaal vergeten. Oh ja. Ja, dus dat kunnen schaduwkanten van het jongetje zijn. Ja, ja, ja. En dan hebben we ook allemaal in ons een man. Een man en een vrouw. En een man en een vrouw, ja. Als we naar de man kijken, dat is eigenlijk ons denken en doen. Ja, dus dat is ons daadkracht. Ons
denken, is analytisch vermogen, is vooral doelen stellen, is structuur, is overzicht. Helderheid. Helderheid is, hè, ik wil van A naar B en hoe kom ik daar? Dat is een plan. Ja. En dat volgen we. En schaduwkanten van een man kunnen zijn dat als je te doelgericht bent, dat je geen rekening meer houdt met de andere dingen. Dus dan word je te doelgericht. Ja. Heb je een kokervisie? Ja. Kan je een tiran worden? Kan je onaardig worden? Weten wat je ergens van vindt en denkt is prima. Maar in de man zit ook de valkuil van oordelen hebben. Ja. En een oordeel staat weer minder open voor anderen. Dus daar zitten ook behoorlijke valkuilen in. Ja. Ja. De man zit ook de overtuigingen. Ja, oh, de overtuigingen over jezelf en de ander. Ja. Dus die man, als je de hele tijd aan het oordelen bent, dan weet je van de man zit achter het stuur van mijn leven. Ja, ja. Oké, okay. Ja, interessant. En dan hebben we de vrouw. Ja, en de vrouw is eigenlijk je bewustzijn en je onderbewustzijn. Oh, wauw. Dus die is altijd eigenlijk een soort van moeilijke om voor de meeste mensen een beeld te creëren. Maar het is je wijsheid en het is een andere wijsheid, hè? Maar het is echt je weten. Het weten die ook ontstaat als je bijvoorbeeld ouders wordt. Hè? Dat je weet wanneer het heiltje van je kind een heiltje is waar je op moet reageren of waar je niet. Dus het is soms het onderbewust weten. Het is de wijsheid die je voelt. Het is je innerlijke kompas. Maar zij is ook heel erg van de realiteit. Dus checken of dingen reëel zijn en haalbaar zijn. Zij is empathie. Dus het kunnen echt kunnen weten wat goed voor de ander is. Maar ook wat goed voor zichzelf is. Dus zij houdt eigenlijk iedereen in de gaten. En zij doet het goed op weten. Een goede vrouw kan win-win denken. Ja, inderdaad. Heel goed. Moet ik even, het jongetje en mij moet hij dan even naar voren plaatsen. Ja, ja. Dat is helemaal. En de valkuilen daarvan zijn eigenlijk, als we het namelijk niet weten, dan voelt het heel onmachtig. En dan staan we met de handen in het haar. Wanhoop. Dan komt de wanhoop, dan kan depressie, zwaarmoedigheid, machteloosheid. Ja. En dat zit allemaal eigenlijk in de vrouw. Ja. De vrouw is ook eentje die we zien die we wel echt gesterkt mag worden. Want die zorgt eigenlijk voor de rest van de familie. Oh, hoe legt dat eens uit? Die weten eigenlijk wat ze allemaal nodig hebben. Okay. Dus op het moment dat het meisje heel verdrietig is, hè, of dat we pijn voelen, of dat we heel moe zijn, dan kan het jongetje bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ik ga echt niet om 8 uur in bed liggen hoor. Want dat vind ik zo saai. Ik wil eigenlijk nog sporten. Hè? Oh, ja. En dan kan de innerlijke man zich ermee bemoeien en zeggen, ja, je wil sporten. Je moet eigenlijk ook wel sporten. Hè? Want heb je die dikke billen van je gezien? Hup, gas geven. Hoewel de vrouw dan eigenlijk kan zeggen, ja, maar als ik dat nu ga doen, hè, dan heb ik morgen nog meer tekort. Dus als we nu 1 avondje even om 8 uur naar bed gaan, dan ben ik opgeladen en dan kan ik morgen om 7 uur... kan ik gas geven en tanken. En dat is die innerlijke wijsheid waarvan we soms dus kunnen, zij kan bepalen dat we zeggen, als we haar goed kunnen voelen, dan weten we eigenlijk precies wanneer je nee moet zeggen en wanneer je door kan gaan. Ja, ik voel hem zo sterk. Ik probeer het wel eens onder woorden te brengen, maar ik voel precies wanneer ik zeg maar mijn reptiele brein loop te lullen van ga niet trainen. Of dat mijn vrouw zegt van het is nu niet slim om te trainen. En ja, leg dat maar eens uit aan een ander. Maar ik voel precies het verschil van geen zin, wel gaan. Want straks voel je herboren. Of geen zin, oh, dit is echt een geen zin. Nou, die komt ongeveer 4 keer per jaar langs. Niet vaak bij mij, maar dan moet ik ook echt niet gaan. Nee. Want dan maak ik meer kapot dan dat ik hem oplevert. En dat is precies je innerlijke vrouw die dan spreekt. Ja. En die inderdaad ook moeilijk uit te leggen is. Want dat is eigenlijk wat je ook precies zegt. Hè? Stel je voor dat je aan je oppas zou willen uitleggen. Ja, als je dit huiltje hoort, ja, dan moet je wel iets ondernemen. Ja, dat is niet. Nee. Het is bijna niet. Het is te voelen. Het is alleen maar te voelen. Ja. En je kan wel steeds leren om dat te voelen. En dat is door soms ook het te testen en wel te gaan. En dan te denken, oh nee, en met was een hernia niet thuis te komen. Ja, terwijl dit was niet slim. En dit wist ik eigenlijk. Ja. Die komt er dan achterna. Oh ja, dit wist ik eigenlijk. Ja. Ik wist al dat ik niet moest gaan. Maar ja, mijn jongetje nam het over. Zat achter het stuur. Toch gegaan. En dat overkomt ons allemaal. Ja, ja. En ook helemaal niet erg natuurlijk. Nee. Interessant. Dus als ik het samenvat, dan hebben we een meisje wat symbool staat voor het voelen. Een jongetje wat symbool staat voor gaan. Je wilskracht. Wilskracht. Gaan, ja. De man voor het denken.
en de vrouw voor het weten? Ja, klopt. Okay. Mooi. Hey, maar ik wil eventjes terug, want jij bent gespecialiseerd in hooggevoeligheid. Ja. Wat is dat eigenlijk? Wanneer is iemand hooggevoelig? Ja, dat is een mooie vraag. Ja, dus de hooggevoeligheid zit dus heel erg in dat meisje eigenlijk. Hè. Daarin kunnen we zien van iedereen heeft dat meisje. Maar ja, echt een enkel meisje is weer hetzelfde. Want niemand is hetzelfde. En daar zien we eigenlijk gradaties in. En eigenlijk op het moment dat we dan prikkels en omgeving veel meer opnemen. Dus details meer zien. Allemaal dingen waarnemen hè, die anderen minder snel zouden waarnemen. En de diepe verwerking, eigenlijk daar gaat het voornamelijk over. Dus dat de dingen die we waarnemen diep verwerkt worden. Dan kunnen we eigenlijk zeggen, dan spreken we van hooggevoeligheid. Diep verwerkt. Ja, dat is een hele, maar dat is eigenlijk dus een lange verwerking. En daarin worden eigenlijk verbanden gelegd. Iets zeggen wat je waarschijnlijk zelf ook wel goed herkent, is dat we eigenlijk soms lang doen over hè, de hooggevoelige, over de verbanden die gelegd worden. Zijn we lang over nadenken, maar als je dan eenmaal hebt, dan is de link ook snel gelegd en dan verdwijnt hij ook niet meer. En dan is er ook snel, komt dat jongetje er vaak toch bij, want dan is het ook snel saai. Dus zodra, het kan heel interessant zijn, zolang we nog niet het verband gelegd hebben. Ja, ja. En die zijn we dan aan het verwerken, die zijn we aan het plaatsen, zijn we bij alle informatie eigenlijk aan het zoeken die je al hebt, om het groter geheel te zien. En op het moment dat die valt, denk je, oké, nu weet ik hem, klaar. Volgende. En wordt het ook al best irritant zijn als een ander dat dan nog niet heeft op dat moment. Ja. Ja? Denk je van, ik heb hem nu wel. Maar wat, dus hooggevoelige mensen, kun je ze op straat aan iets herkennen? Of kun je ze pas herkennen als je ze hoort praten? Of wat moeten we ermee? Sorry. Nou ja, maar niet. Nee. Hè, de hooggevoeligheid. Of is hooggevoeligheid gewoon iets voor een psycholoog om een diagnose te kunnen stellen? Ik denk dat het iets voor jezelf is. Om te weten, om te herkennen. En het is natuurlijk best wel heel lang ergens een hype geweest. Zal wel hooggevoelig zijn. Ja. Hooggevoeligheid. Je wordt ook vooral verward met alle valkuilen. Hè? Op het moment dat bijvoorbeeld je in een burn-out zit en je reageert heel snel op emoties, dan zeggen mensen wel, je bent ook heel hooggevoelig. Nou, de valkuilen die laten nooit zien of iemand hooggevoelig is. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar de diepe verwerking, het letten op details, de kleine dingetjes herkennen, het herkennen en het zien van emoties. Dus we zien het bijvoorbeeld heel veel aan kinderen, maar ook bij mensen, dat die zullen opvangen, mama, je kijkt bezorgd. Oh ja. Is er iets aan de hand? Nou, dat zullen een hele hoop niet doen. Dus dat zijn echt kenmerken van de hooggevoeligheid. Maar ook daarmee weten om te gaan. Dus de sfeer weten plaatsen. Dus het is het binnenkomen op een verjaardag en denken, hier is iets niet helemaal. He, we kunnen niet altijd, het gaat niet over die vinger er altijd gelijk op kunnen leggen. Maar je voelt direct de sfeer, de intentie. Je ziet of dingen kloppen of overeenkomst met he, dus daarvoor zie je veel. Mijn dochter bijvoorbeeld, die zal ook altijd, als je dus niet helemaal naar haar kijkt, dan gaat zij dus zo kijken van, hey, hoe ziet jouw gezicht eruit? Hè? Oh, ja, klopt ja. het met wat je zegt? Maak je nu een grapje? Is het menend? Dus er zijn hooggevoelige kinderen en mensen dus heel alert op. Ja. En waarom trok jou dat zo aan, die hooggevoelige groep? Wat is jouw affiniteit daarmee? Ja, dus eigenlijk door mijn lange ervaring. Hè, ik heb 15 jaar binnen de GGZ gewerkt, in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook een specialisme in voeding trouwens gedaan. En daarin ook heel erg gezien dat voeding ook kan werken bij mensen, hè, op gedrag. Maar ik zag ook wel dat het niet bij iedereen per se zo was. Ik kan me voorstellen, sorry dat ik door je heen praat, dus hou even vast wat je wilde zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat hooggevoelige mensen ook super gevoelig zijn voor voedsel. Ja. Ik heb het idee dat als ik gewoon super simpel eten met een hoge trilling en waar eigenlijk verder niks mee is gedaan. Hè, dus er is niet, dus geen dieren. Want dan heb ik ook echt letterlijk het idee dat ik die pijn en die angst en die onderdrukking en die depressie en alles, dat ik dat voel. Dus hoe cleaner ik eet, hoe meer ik echt gewoon lekker ook mezelf voel in plaats van al dat andere. Ja. Ja.
En daar zie je dan ook natuurlijk weer gradaties in, inderdaad. Ja. Maar dat merkte ik ook. En dat vooral op het gebied van suiker is dat... ik weet eigenlijk even niet meer hoe het programma heet. Maar hij gaat van heel veel suiker naar ineens helemaal geen suiker. En dan krijgt hij heel veel afkikverschijnselen. En dat hebben natuurlijk veel meer mensen gedaan. En die kregen bijvoorbeeld helemaal geen afkikverschijnselen. En nee, dat interesseerde me ook wel heel erg. Dat ik dacht, hey, waar zitten die verschillen? Ik heb niet het gevoel dat hij dit faked of dat dat nep is. Nou ja, zo kwam ik steeds meer op dat hooggevoeligheidsstuk. Dat de cliënten waarmee ik werk... zien we eigenlijk dat wanneer je hooggevoelig bent... veel meer oppikt, veel meer eigenlijk dat centrale zenuwstelsel belast... met emoties van anderen, dingen die we moeten verwerken... in een wereld die mega snel gaat hier in het Westen. Dus voor mijn gevoel, dat is totaal niet een bewezen stuk nog... maar voor mijn gevoel was ongeveer 80% van de cliënten die ik in mijn stoel heb... kan ik... onder de noemer hooggevoeligheid plaatsen. En dat kon ik toen nog niet helemaal. Maar ik voelde wel dat ik dacht van... hey, er is een... ja, ik zie een grote samenloop. En een rode draad. Een rode draad, ja. En toen kreeg ik eigenlijk ook mijn kindje. En die merkte ik eigenlijk ook op. Dat die elk detail wist. Dat die extreem snel dingen kon verbinden aan elkaar. Kon onthouden, maar... ook heel erg gevoelig was naar anderen toe en verzorgend. Ja. En ik zag haar dan lang herkauwen op dingen. En dat maakte dat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk wat mijn specialisme wil zijn. Want op het moment dat we natuurlijk in dit werk hebben... dan hebben we trauma, dan hebben we ADHD, we hebben autisme. En ja, je kan niet overal gespecialiseerd in zijn. Dus je moet een keuze maken. En ik voelde dit voor mij echt dat ik hiermee bezig ging. En dat ik dacht, ja, dit is mijn pad. Dit moet ik volgen. Ja, mooi. En zo kwam ik eruit. En zo kwam ik er ook... dat ik steeds meer van mezelf ook ging herkennen. En ik dacht, oh ja, de appel valt inderdaad niet ver van die boom. Maar inderdaad, wat ik zie is dat een hoop van onze cliënten... bij ons komen, in die stoel komen. En dat het ook helemaal niet gek is natuurlijk. Omdat wanneer we hooggevoelig zijn... en zeker ook nog die sterke wil erbij hebben... soms dat... ja, het leven ook echt snel gaat en er veel te verwerken is. Hoge verwachtingen zijn, veel van onszelf moeten. En de eerste die dat voelen en die daar last van hebben, zijn de hooggevoelige groep. Zonder daar per se een diagnose, dat is het eigenlijk ook niet. Want het is gewoon een kenmerk van net alsof je linkshandig bent, is ook gewoon een persoonskenmerk. Dus vandaar mijn specialisme. Hey, en als stel je voor, je luistert dit en je herkent, wat zijn nou echt, ik kan me zo voorstellen dat als je hooggevoelig bent, dan kun je bijvoorbeeld heel goed dit gaan doen, want dat ligt jou goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat je echt weg moet blijven bij X, Y, Z, want dat brengt je in de war. Ik zeg maar wat. Wat zijn de uitdagingen van iemand... en de kansen en de uitdagingen van iemand met hooggevoeligheid. Nou, wat ik vooral leer ook nu in mijn dochter, die ook dyslectisch is en leerproblemen heeft. En daar ook dan weer aan het kijken ben, is eigenlijk dat de hooggevoelige mensen de rechter hersenhelft mensen zijn. Een rechter hersenhelft zien we eigenlijk als rechter hersenhelft is de creativiteit. Is de natuur denken? Noem je dat praktisch denken? Ik ben even het woord kijk. En je hebt de links is eigenlijk het lezen, de wiskundige, het schrijven. Dus je ziet eigenlijk dat wanneer we rechter hersenhelft mensen zijn, dat we ook een beetje een probleem hebben met linker hersenhelft modules. En als we hier kijken naar bijvoorbeeld Nederland, is de hele school en opleidingsinstituut is linker hersenhelft ingericht. En dat houdt ook een beetje in dat... dat zullen mensen herkennen, maar dat herkennen wel meer mensen hoor. Maar dit is zo'n mooi voorbeeld over rechter hersenhelft, linker hersenhelft. Is dat wanneer je een telefoon krijgt, ben je iemand die eerst die hele handleiding gaat zitten lezen. En dan denkt van oké, ik weet wat ik moet doen. Of ga je drukken op die knopjes en denk je, die hele handleiding, ik heb hem nog nooit gelezen. Nee. En behalve op het moment dat echt iets niet lukt, dan...
scroll ik met mijn ogen daar waar ik denk dat ik moet zijn. Ja. En dan lees ik het. En dat is eigenlijk een beetje het verschil linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Is het gewoon doen en het dan leren en ervaren. En het linker hersenhelft is van ik ga van A naar B en ik doe het stap voor stap. Dus kansen voor hooggevoelige kinderen zijn eigenlijk minder de theoretische kant, meer de praktische kant. Praktisch, creatief. Creatief. Ja. En we zien eigenlijk als we heel erg rechter hersenhelft denkend en hooggevoelig zijn, dan zullen we inderdaad veel meer op kunstenaars uitkomen. En dat zie je eigenlijk ook al, hè. Dat wordt in Nederland. En nog wel, als je vaak vraagt aan kinderen wat is slimheid, dan zullen ze dus zeggen de vakken die onder de linker hersenhelft uitkomen. En daar zien we, daar is nog. Iemand die goed in wiskunde is, goed in de Nederlandse taal, die zien we als heel slim. Ja. Terwijl iemand die bijvoorbeeld heel goed een muziekinstrument kan spelen of een prachtig schilderij kan maken, die wordt wat minder als slim getypeerd, hoewel dat natuurlijk helemaal niet het geval is. Maar daar liggen de krachten en daar liggen ook de leermogelijkheden. Ja. En, maar daar zien we ook wel waarom het dus lastig is voor die hooggevoeligen om, om zichzelf te mogen zijn, om daar te mogen gaan staan. Want er zitten nogal veel oordelen in en ook in het opvoeden, weet je. Want welke ouder voelt niet, of wil je kunstenaar worden? Nou, hoe ga je dan je brood op je plan krijgen? Oh, hoe ga je dat? Dus er zitten zoveel stereo gedachtes in. En nu hebben we dus hooggevoeligheid. En we hebben ook nog de sterke wil. Ja. Waarom vond je dat zo? Omdat die combi zo ontzettend uitdagend is. Oké, dus stel je voor je bent super gevoelig, maar je hebt ook een hele sterke wil. Ja, en die sterke wil is dus dat je heel goed weet wat je wil. Op het moment dat je niet zo'n hooggevoelige kant hebt, dan is die sterke wil ook wel, maar dan botst het veel minder. Hè? Dus die sterke wil is eigenlijk, ik weet heel goed wat ik wil en daar ga ik ook voor staan. En daar ga ik ook voor. Dus dat geeft doorzettingsvermogen en dat bereikt ook doelen. Dus dat is ook heel mooi. Maar dat geeft ook, als je jonger bent, dus heel veel botsingen. Hè? Want je gaat niet zomaar iets uit de gang, uit de weg. Dus op het moment dat je dat ijsje wil, dan zal je dat ijsje ook krijgen. En dat zal je eerst doen door misschien allerlei dingen te verzinnen waardoor het wel zou mogen. En op het moment dat je bijvoorbeeld echt doorkrijgt dat het niet mag, dan gooi je je woede erin. Of dan, en als het niet gaat zoals je wil, ontstaat er ook vaak veel woede. En die sterke wil maakt het wel heel spannend voor dat innerlijke meisje, voor die hooggevoelige kant. Want die sterke wil, die wil wel confrontatie aangaan. Die wil wel alles uit de kast halen om te krijgen wat hij wil. Maar het meisjeskant, de hooggevoeligheidskant, die zegt juist, ik wil harmonie. Ik wil geen gedoe. Ik wil peace. Dus die krijgt eigenlijk stress van dat jongetje. En dat maakt dus dat er innerlijk ook een heel conflict ontstaat. Ja, ja. Dus ik heb, als ik zelf heb ik altijd één zo'n mooi voorbeeld. Op mijn bucketlist staat bungee jumpen. Ja, maar dat is duidelijk een bucketlist dingetje van mijn jongetje. Want het lijkt me gewoon geweldig om naar beneden die vrijheid te voelen en te gaan. Maar ik heb echt heel veel hoogtevrees. Dus dat, ik voel daarnaast ook gelijk, ja, maar dat durf je nooit. En straks doet het zeer, weet je wel, die klap dat je rug zo, dat zie je dan altijd. Hoe ga je dat doen? Dus dan heeft het jongetje heeft al verzonnen, we gaan het niet van een hijskraan doen, want dan moet je naar boven. Maar we gaan het van een brug doen, ergens in Afrika. Dan hoef je in ieder geval niet naar boven te klimmen. Zijn we al boven. En dan, ja, dus daarin zit een hele enorme strijd. Ik wil het absoluut. Maar het gaat eigenlijk over de grens heen van mijn hooggevoelige kant. Van mijn gevoelige kant. Ja. En dat is iets wat we allemaal af en toe herkennen. Maar de hooggevoelige, sterke wil mensen, die ontdekken dat eigenlijk constant. Hè? Die voelen dat constant. Eigenlijk dat jongetje veel meer wil dan het meisje. En dat geeft in de opvoeding heel veel problemen. Maar ook later kan dat best wel veel uitdagingen problemen. Kan het voor veel uitdagingen zorgen. Ja. Oké, dus we hebben dus die hooggevoelige kant, we hebben die sterke wil en we hebben die innerlijke familie. Ja, die verklaren. Eigenlijk is de innerlijke familie een verklaring
Of een model die we erop kunnen zetten om het beeld duidelijk te krijgen. Hè? Dus eigenlijk we hebben de gevoelige kant en we hebben de sterke wilkant. En op de gevoelige kant kunnen we het innerlijke meisje zetten. En op de sterke wilkant kunnen we het innerlijke jongetje zetten. En daarin zien we eigenlijk dat als we een boog zouden tekenen, dat we zeggen we hebben een gemiddeld jongetje en we hebben een gemiddeld meisje. En we hebben hoe hoog ons boogje wordt qua eigenschappen die daarin zitten en sterk vertegenwoordigd worden, hoe hoger de sterke wil tot uiting komt en hoe hoger de hooggevoeligheid tot uiting komt. Ja, precies. En jij begint het echt interessant te vinden als we een meisje hebben wat eigenlijk heel sterk aanwezig is en een jongen die ook nog eens heel sterk aanwezig is. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het vuurwerk ook vaak van binnen. Ook van binnen, ja. 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 En ook van buiten natuurlijk. Maar daarin ontstaat heel veel. Ja. Ja. Hey, kunnen we hem nog even één keer terughalen? Want om even te checken van hoe herken je het bij jezelf? Dus heb jij een voorbeeld? Ja, hoe herken je het bij jezelf? Goeie vraag. Stel je voor we moeten een vakantie kiezen of zo. Een vakantie. Had jij een voorbeeld? Maar ik kan me voorstellen dat dan ook heel duidelijk wordt. Of een ruzie. Je hebt een ruzie. Ja. Ja, kijk, dus dat is inderdaad je hooggevoelige kant. Zal de ruzie willen vermijden eigenlijk. Hè? Die werkt dan weer samen eigenlijk met de man. Daar zit hij in. Maar de gevoelige kant, die houdt niet zo van conflicten. Die houdt niet van ruzies. Nee. Dus die zal hem uit de weg willen gaan. Ja. Je jongetje daarentegen. Maar zijn er dan mensen die wel van ruzie houden? Ik kan me voorstellen, ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, ik hou echt niet van oneerlijkheid. Dan denk ik, ja, maar wie wel? Niemand houdt toch van oneerlijkheid? Nee. Niemand houdt toch van onrechtvaardigheid? Dat is toch gewoon, we zijn toch allemaal mens? Er is toch niemand die dat wil? Dat klopt. Ik kan me voorstellen dat er niemand is die denkt van, nou lekker, ik ga vanavond even lekker ruzie maken. Nee, maar dus het is iets anders dan het blijft een. En niemand zal ook ooit denken, ik ga eens lekker een potje zitten janken. Of misschien wel. Nee, maar precies. Maar dat jongetje in ons wil gewoon kosten wat het kost. Nee, de man in ons wil kosten wat het kost gelijk hebben, bijvoorbeeld. Nee, dat is het jongetje. Oh, toch? Ja, dat is het jongetje. Het jongetje wil toch echt gelijk hebben. Ja. En ik denk, nou ja, dan maar ruzie. Maar ik moet hier mijn punt doordrukken. Ja, die heeft het ook niet zo erg door. En het meisje, kijk, als we niet zulke gevoelige meisjes hebben. Niet, die zullen dat wel wat minder. Die zullen daar minder van van streek van zijn. He, dus op het moment dat we ruzie hebben, dan zal het hele hooggevoelige meisje zal vooral gaan denken, wat is mijn aandeel? Heb ik iets fout gedaan? Hoe had ik het kunnen voorkomen? Ik voel me vooral eigenlijk heel slecht. Ik voel geen verbinding meer. Dus het meisje is heel erg van de verbinding. Die wil heel erg de verbinding hebben. Dus hoe herkennen we het in onszelf? Het is natuurlijk eigenlijk is dat de innerlijke vrouw die het weet en die het voelt. Maar het is vooral in heel veel dingen dat je denkt van op het moment dat je ruzie hebt en er worden felle dingen gezegd, dat je eigenlijk de gekwetstheid voelt, achteraf misschien pas denkt, ik had dit kunnen zeggen, ik had dat kunnen zeggen, maar dat vaak wat later komt. Dus ruzies zijn ook van die momenten dat we merken dat we niet in harmonie kunnen blijven, dat we niet in verbinding kunnen blijven en dan zijn we eigenlijk uit het veld geslagen eventjes. Hoewel dan later wel weer de wijsheid komt of het erboven kunnen staan komt. Dus dat zijn... Maar zo zijn er duizenden voorbeelden inderdaad. En soms is dat heel erg te voelen met lichaamswerk. Hè? Dat je ergens gaat staan dat je denkt, hoe gevoelig ben ik nou eigenlijk? En het gaat voelen. Dus we hebben daar natuurlijk wel vragenlijsten voor. En dan staan er heel veel vragen op van, vallen details je op? Hoe sfeergevoelig ben je? Heb je door? Of iemand goed in zijn vel zit, of heb je dat totaal niet door? Ja. Kan je het dan ook plaatsen? Kan je met emoties omgaan? Ja. Heb je last van harde geluiden? Heb je last van licht? Ja. Dat is bijvoorbeeld als ik zelf overprikkeld ben, dan doen zelfs mijn ogen zeer als ik mijn ogen dicht heb. Want dan is alles komt nog te dichtbij. Ja. En dat zijn eigenlijk kenmerken waarin je zelf kan herkennen. Dat je denkt van, ik moet echt ontprikkelen. Ontprikkelen, ja. Ja. Oké, dus als we het, ik ga het nog één keer proberen eventjes, dat het
Maar wat je eigenlijk bij wat de uitdaging is, of eigenlijk het leuke hiervan is, is dat je bij jezelf, net als ik dan deed, oh grappig, nu zit mijn jongetje achter de microfoon. En als ik meer ga voelen van oké, wat voel ik? Of wat heb ik nodig? Wat zijn mijn behoeftes? Waarmee zou ik echt tot rust komen? Of waarmee zou ik echt... Dan zet ik mijn meisje meer achter de microfoon. Ja. En als ik ga oordelen, dan zet ik mijn man meer achter de telefoon. En als ik even uit ga zoomen, oké, wat is nu de win-win? Wat heb ik echt nodig? Wat dient het collectief? Waar zou eigenlijk iedereen het beste mee af zijn? Dan zit mijn vrouw achter de microfoon. Ja. Ja, oké, mooi. Mooi. Ja. Hey, ik heb allemaal vragen opgeschreven. Ja. Want ik denk dat het vooral ook interessant is hoe krijg je ze eigenlijk, hoe maak je een team van je jongen, je meisje, je man en je vrouw? Want ik denk dat dat heel gezond is. Ja, dat is eigenlijk het mooie fenomeen van de mens, is dat we eigenlijk nog een vijfde iets hebben en dat zijn we zelf. Want wij hebben het vermogen om naar onze innerlijke familie te kijken. Wauw, ja, wij zijn die waarnemer, hè? Ja. De keuzemaker. Ja. Ja, ja, en het bewustzijn. En we kunnen dus ook echt, hè, wat jij net zegt achter de microfoon, dat is ook een oefening. Zoals je ervaren hebt natuurlijk, dat is op de stoelen zitten. En op de stoelen helpt om eigenlijk individueel allemaal te zoeken, te voelen wat de ene vindt en wat de ander voelt. Ja. Wat de ander wil. Ja. En ja, nu gaat mijn vrouw het overnemen. Want dan merk ik, de luisteraar, die hebben we ook nog. De stoelen. Ja. In een training zet jij 4 stoelen neer. En iedere stoel staat dan symbool voor een innerlijke archetype, familie. Ja. Voor een innerlijk familielid. Ja. Dus dan hebben we een stoel voor het meisje, voor het jongen, voor de man, voor de vrouw. En door echt eventjes letterlijk in die stoel van die man of die vrouw te gaan zitten, merk je al dat er een andere energie ontstaat. Ja, klopt. Ja, kunnen we het echt even voelen. Dat is eigenlijk niet uit te leggen. En heel veel mensen hebben ook van tevoren die denken, ja, ik zit hier in één stoel, ik switch wel. En dat werkt eigenlijk gewoon niet zo goed. Hè? Dus dat is op het moment dat we ons even gaan echt verplaatsen in alleen maar dat stukje, kunnen we dat stukje heel erg voelen. En daarmee is de winst eigenlijk dat we heel erg veel de weerstand naar boven kunnen halen. Of hetgeen wat er ons tegenhoudt, de knoop. Waardoor we dat weer kunnen gaan oplossen met bijvoorbeeld tapping. Ja, leuk. Daar komt tapping in. Ja, en dat is het hele fijne. Want dan kan je dus heel erg gericht eigenlijk kijken waar zit de weerstand binnen dat innerlijke systeem. En dat is soms wanneer we kijken naar jongetje, meisje. Je hebt een bepaalde duo's inderdaad. Is het een hele logische dat ook binnen een echt gezin is vaak de man de beschermer. En het meisje is het kwetsbare met al de gevoelens. Dus daar gaat de man ook heel veel vaak voor staan om te beschermen. En hier zien we eigenlijk het ontstaan van al onze overlevingsmechanismen. Die ontstaan vaak door de man uit bescherming voor een van die kids. Alleen het is eigenlijk aan de innerlijke vrouw dan weer om op een gegeven moment te zeggen, ja, die hadden we even nodig, maar we mogen hem nu weer loslaten. Ja, dus eigenlijk wat je net zegt is, het gaat minder goed met jou als een van die familieleden te lang of te ver naar achteren wordt geschoven. Ja. Dus stel je voor, die man die gaat veel te vaak, veel te veel in zijn eentje echt voorop staan, ten koste, en dat jongetje, dat meisje en die vrouw, die krijgen geen ruimte, dan zal het niet goed met jou gaan. Nee, het is de bedoeling dat ze naast elkaar staan of elkaars hand vast hebben. Ja, in balans, echt als team. Of in een rondje. Dat is een beetje hoe je het zelf wil voelen, maar echt als team werken en als team zijn. En dat ze allemaal dus ook af en toe het woord krijgen. Ja. En wat we heel veel zien, is dat meisje wat ondergesneeuwd wordt. Ja, is dat in Nederland? Nee, in Nederland, in het Westen, denk ik. Hè? Maar wat we ook wel zien is dat soms juist het meisje veel te veel aanwezig is. Hè? Dan kunnen we ook wel slachtofferrol mensen krijgen. Dus die blijven daar veel te veel in hangen. En dat is ook wel eens wat je bij kinderen ziet waarin de hooggevoeligheid heel erg speelt. Dus het verwerkingsproces is veel moeilijker. Dus daar waar een spin die 2 jaar geleden dood is gegaan in huis, ineens nog heel veel verdriet kan veroorzaken. Dat je denkt, oh ja, weet je, dat verwerkingsproces, dat heeft wel een handje, dat heeft een hulpstukje nodig. Ja. En dan kunnen mensen, kinderen, maar ook volwassenen, er echt in blijven hangen. Hè? Dat je eigenlijk denkt, ja, ik wil ook wel weer door, maar het lukt me niet zo goed. Dus dan blijf je weer veel te veel in dat meisje hangen. Ja. Ja.
Hey, en dan, want dat heb ik ook nog opgeschreven, dat is dat dodelijke duo. Ja. Nou, laten we eerst nog even, want dan, we gaan er nog even meter opbouwen. We gaan eerst nog eventjes, wat gebeurt er met veel te veel jongen achter het stuur? Veel te veel jongetje achter het stuur? Ja. Nou, zoals ik je natuurlijk even zei, is het jongetje is een egocentrisch domein. Het zijn egocentrische eigenschappen. Dus dan krijgen we een egocentrisch persoonlijkheid te zien. Ja. En op het moment dat die zijn zin dus de hele tijd krijgt en niet begrensd wordt door de innerlijke ouders. En alle ruimte krijgt, zullen we daar dus ook egocentrische persoonlijkheden steeds meer in ontwikkeling zien. Het moet altijd gaan op mijn manier. Ik vind het lastig om samen te werken. Ik kan moeilijk met andere rekeningen houden. Het jongetje is gewoon, ik weet wat ik wil en dat ga ik voor elkaar krijgen. Ten koste van wat dan ook. Ja. Ja. En als er nou veel te weinig jongen, als het jongetje veel te ver achteraan staat in je leven en eigenlijk nooit eens even achter de microfoon mag zitten, wat gebeurt er dan met veel te weinig jongetje in je leven? Ja, dan te weinig is, dan is je levensenergie, dat zijn echt de bore-outs. Dus okay. Dan heb je geen levensenergie. Je weet niet wat je wil. Ja, nee, je hebt nergens zin in. Nee, het voelt echt. Hè, die bore-out komt heel dichtbij het voelen als een burn-out. Alleen, het is echt, je bent een soort niet opgebrand qua energie, maar opgebrand qua inspiratie, qua creativiteit. Qua, je bent helemaal niet meer uitgedaagd. Het is veel te saai. Je haakt eigenlijk constant af. Het jongetje kan je, is eigenlijk bijna een soort wel wat makkelijker om uit te leggen. Die kan je heel erg herkennen dat als je het leuk vindt, dan ben je geïnteresseerd. Dan sta je aan, dan wil je luisteren. Maar op het moment dat je eigenlijk denkt, ik weet het wel of dit interesseert me gewoon niet, haak je af. Ja. En daar zie je eigenlijk ook het gevaar met die hooggevoeligheid. Die hebben wel allemaal ook natuurlijk een innerlijk jongetje, want dat heeft iedereen. Dat het afhaken van het schoolsysteem bijvoorbeeld heel erg aanwezig is. Want het is niet hun manier van leren. Dus haken ze af, waardoor er leerproblemen ontstaan. Waardoor ze helemaal niet kunnen identificeren. Ja. Dus het niet aanwezig hebben van het jongetje is misschien nog wel een groter probleem. Dus het is, hier zie je eigenlijk de balans. Ja, grappig. Ik moet denken aan, wij hebben vroeger honden gefokt. Dat zal natuurlijk heel erg pijn in de oren doen voor de veganisten die luisteren. Maar goed, ik wist niet beter. En maar daar zeiden wij altijd van, we hebben liever een hond die heel hard aan de riem trekt, die je een beetje moet afremmen, dan eentje die je mee moet sleuren en die niet vooruit te branden is. Dat zeg jij eigenlijk hier ook. Je hebt liever een jongetje wat te veel en te vaak achter de microfoon zit, dan iemand, een jongetje wat gewoon nergens te bekennen is. Want probeer die maar weer aangehaakt te krijgen. En kijk, te veel jongetje is altijd, hè, te veel is nooit. Dat is maar gewoon veel jongetje. Dat is een lekkere, dat is super veel energie. Dat is creativiteit. Dat is, gaan. En dat voelt heel lekker voor die mensen. Maar dat is ook wel heel fijn om je om je heen te hebben. Ja. Dus hè, dat te veel is echt wanneer we bijna alleen maar jongetjes zien en de rest van die familie bijvoorbeeld omver ligt. Ja. En geen grens heeft. Dat is ook weer gelukkig zelden. Dus die bore-out, dat het jongetje afwezig is, die zien we wel veel vaker. Ja. En wat ik ook van jou heb geleerd, die vond ik heel erg leuk. Ik was laatst met mijn neefje, letterlijk een jongetje van 6, en hij was uitgehaakt. Mm. En toen dacht ik echt, oké, Janneke, je hebt al die masterclasses gevolgd. Nu moet je eventjes dat inzetten wat je hebt geleerd. Dus hij wilde niet van A naar B. Ik dacht, en echt de hakken in het zand, weet je wel. Geen beweging in te krijgen. Het was gewoon een nee. En hij was uitgehaakt en alles was KUT. Dus toen dacht ik, hé jongetje, wat wil het jongetje? Oh ja, jongetje wil competitie. Dus ik zou, oké, wie het snelste zijn bootjas aan heeft en dan daar naartoe is gerend. Nou, het was niet te geloven, maar pats, boem. Het was ram, bam, bam, jas aan en naar A naar B. En toen had ik hem weer. En toen dacht ik, wow, dat was. En iedereen stond echt, zo, hoe deed je dat? Toen dacht ik, dat is het jongetje uitdagen. Ja. Ja, maar het jongetje ook aanspreken in jongetjestaal. Ja. Dus niet zo van, nou, schiet nou even, weet je wel, niet vanuit het meisje. Nee, daar haakt het jongetje op af, klopt. Ja. Ja,
Ja, dus het jongetje, hè, dat is heel vaak de vraag in weerstand. Hoe kunnen we het jongetje in de ander uitdagen? Hoe kunnen we hem getriggerd krijgen? En natuurlijk, we weten allemaal dit soort veel voorbeelden wat we wel eens doen met kinderen naar bed krijgen. Hè? En naar bed, ja, dat is saai. Daar haken ze allemaal op af. Maar wie is het eerst boven? Dan heb je dus al stap 1, wie is het eerst in bed? Nou, dat zijn inderdaad die competitiedingen die vaak heel werkt. Maar daarin zie je soms ook aanmoedigingssystemen waarin we zeggen, hè, het is het jongetje uitdagen. Het gaat niet zozeer over iets moois voorhouden, maar het is echt het jongetje uitdagen om iets weer leuk te vinden en om iets te gaan doen en er plezier in te hebben. En dat kan soms door een wedstrijdje. Dat is eigenlijk ook wel een aanmoediging, hè? Omdat het leuk is, omdat je een high five aan het einde geeft, omdat iemand de winnaar kan zijn. En er zitten heel veel mooie dingen in, want dan kan ook verliezen met wie het eerst aan de overkant is. En dan kan je dat weer aangaan. Dus dat is inderdaad een hele mooie die je zegt. Het jongetje uitdagen is voor jezelf ook een hele interessante vraag. Ja, wat wil mijn jongetje eigenlijk? Waar word ik blij van? Wat is mijn levensenergie? Ik weet dat ik op een gegeven moment zelf zo lang al wel weer in het vak zat. En van ons vak is toch altijd een beetje de valkuil dat we heel erg klaarstaan voor de ander en de ander aan het helpen zijn en daarmee onszelf een beetje verliezen. Zeker op het moment dat je dan ook nog mama bent geworden, hè, dan ben je zelf helemaal weg. Dus ik kreeg ook wel weer die vraag op een gegeven moment, waar word ik eigenlijk? Wat is eigenlijk, waar word ik eigenlijk blij van? Ja, en wat vind ik eigenlijk leuk? Ja, dat kwam er eerst alleen maar uit, ja, andere mensen helpen. Maar dacht ik, ja, dat is, stel je voor dat al die andere mensen er niet zijn. Waar word ik dan blij van? En ja, heel vaak gaan zoveel dingen op die automatische piloot, dat we echt ook deze bewustwordingsvragen, dat het goed voor ons is om te bedenken, wat geeft me energie? Wat kost me energie? Als ik terugkijk op een dag, ja, waar heb ik energie van gekregen? Waar word ik echt blij van? En dat is goed om te weten. Ja, dat is echt allemaal omtrent dat jongetje. Ja, 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 ja. Ja, en dat is natuurlijk ook, maar dat is ook in combi. Want op het moment hier komen we dan eigenlijk bij de termen bijvoorbeeld introvert en extravert. En om het soms nog wat ingewikkelder te maken, dan kan het jongetje afzonderlijk van het meisje introvert of extravert zijn. En introvert en extravert houdt eigenlijk in dat we energie krijgen van de ander. En dat is bijvoorbeeld een goede vraag. Dus vaak willen we natuurlijk, voelen we hoe belangrijk sociale contacten zijn en hoe leuk het is om sociale contacten te hebben. Maar we kunnen daarnaast ook voelen dat we denken, ja, maar het kostte me wel energie. Hè, dus ik heb heerlijk zitten kletsen en ik stond super aan. Maar nu ben ik thuis en kan je me 3 uur even, heb ik rust nodig. Ja, ja. En dat zegt eigenlijk iets over de behoefte. Dat we wel ergens, hè, of we er echt energie van hebben gekregen, of dat we het wel heel leuk vonden, maar ook wel energie kost. Ja, ja. Is dat kijken naar die behoefte, is dat meisje? Nou, want de behoefte zit ook in het jongetje. Behoefte kan, er zijn eigenlijk is behoefte, wat zou je willen, waar is je behoefte? Die kan er eigenlijk wel in beide zitten. Het gaat heel erg over in het hier en nu zijn en dat kunnen voelen. Dus op het moment dat we misschien een dag prikkelloos geweest zijn, hè, voor de hooggevoelige, dan is dat helemaal rustig en dan is dat helemaal in balans. Ja, dan hebben we waarschijnlijk behoefte aan wat prikkels en rumeur en wat anders wordt het saai. Ja. Hè, dat heeft bij iedereen, want iedereen heeft dat jongetje en iedereen heeft de behoefte aan dat het niet saai is. Alleen de ene heeft wel meer behoefte aan, dan ga ik nog lekker puzzelen of dan ga ik in mijn eentje shoppen. En de ander heeft veel meer de behoefte aan, dan ga ik een feestje opzoeken waar 80 mensen zijn. Dus daar zitten de verschillen in. Ja. Maar het is wel goed, dus dat is eigenlijk heel belangrijk als je in balans wil zijn, om dat soort dingen te weten van jezelf en dat te gaan onderzoeken. Ja. Welke vraag hoort daar typisch bij? Dus wat kost me energie, wat geeft me energie? Ja. En dan letterlijk gewoon eens even naar je dag kijken en dan beginnen bij de ochtend van, oké, wat vond ik fijn, wat vond ik niet fijn? Ja, en hoe voel ik me dus daarna? Hè, dus ja. Er zit heel veel observatie in. Als ik iets ga doen en dat was
Ik ben een kitesurfer en ik vind kitesurfen heerlijk. Maar ik merkte dat dan staat mijn innerlijke jongetje staat op dat water. Maar ineens kwam er dus een ander ding bij. Op het moment dat ik toch die oppas niet helemaal goed geregeld had. Of ik moest eigenlijk dat ik dacht, ja, maar als ik nu nog doorkijk, dan liggen zij te laat. Dan moet ik nog eten koken. En dan, nou ja, dus die verantwoordelijkheid komt er dan heel erg bij. Maar dan kreeg ik daar dus ook stress van. Dus ineens was ik helemaal niet meer aan het kiten. Was ik ineens in mijn hoofd en zat ik helemaal niet meer in mijn gevoel. En dan kost het natuurlijk ook energie. Ja. Dus de randvoorwaarden waren voor mij heel belangrijk. Dat als ik ga kijken, ja, dan is het goed geregeld en anders ga ik niet. Nee, ik heb want, precies hetzelfde. Ja. Het moet of goed geregeld zijn, of ik ga niet roeien. Want anders kan ik ook wel net zo goed niet gaan roeien. Ja, en het is natuurlijk een beetje met loslaten, maar heeft ook met de mogelijkheid om te kunnen genieten is dat wanneer we in balans zijn. En we zijn in balans wanneer dat goed geregeld is en wanneer ik kan zeggen. En tuurlijk heeft dat soms ook oefening nodig. Hè, want de eerste keren als het goed geregeld is, kan je je toch nog schuldig voelen dat jij op dat water staat. En dat een ander voor je kinderen aan te oppassen is. En dan kan je wel weer zeggen van, hé, maar alle randvoorwaarden zijn goed en nu gaat het over loslaten. En ook even je jongetje mogen laten genieten. Ja. Dus dat is eigenlijk de puzzel, ja, die we met z'n allen te maken hebben. Ja. Hey, en wat als er veel te veel, want ik kan me voorstellen dat wij in Nederland best wel veel man eigenlijk voorop hebben staan. Ja, dat denk ik. Dat is wel een beetje gelijk in heb. Ja, die man zijn eigenlijk ook je, hè, dat is eigenlijk je de man zijn je normen, je innerlijke vrouw zijn je waarden. Je normen, daar hebben we er nog wel wat van in Nederland. En de ongeschreven regels. En natuurlijk doen we het dan heel even groot maken, want dat is niet voor iedereen zo. Nee, nee. Maar we zien ook wel op het moment dat we een maatschappij zijn waarin veel behaald moet worden, hè, waar grote verwachtingen zijn, is die man ook handig. En wanneer we op ons werk zijn, zetten we ook vaak de man in. Dus doelgericht, structuur, overzicht, duidelijkheid, analytisch vermogen. Dus daarin is die man ook. En die man die behaalt ook vaak veel doelen. Het gevaar is alleen dat als we die man al vroeg ontwikkeld hebben, dat hij heel erg voorop staat. En dat hij dus ook innerlijk soms heel anders tegen ons praat. Hè? Dus dat kan zijn dat ik weet dat ik best heel lief ben voor andere personen. Maar tegen mezelf ben ik niet altijd per se heel lief. Hè? Dus dan kan het zijn van, Jezus, hoe vaak moet je dit nou overkomen? Hoezo heb je dat nou nog niet? Hoor? Heb je die verbanden nog niet gelegd? Hoe sloom kan je zijn? Dit zijn echt uitspraken van de innerlijke man die we soms tegen onszelf zeggen. Ja, ja. Als we iets vergeten zijn. Die innerlijke man is soms ontstaan door de omgeving, maar kan ook echt door onze eigen criticus. Hè? Dus dat, ja, is die innerlijke criticus, ja, heel erg ontstaan. Nou, ik had eventjes een voorbeeldje van mezelf. Ik, als mijn meisje soms iets wil zeggen of iets wil nuanceren, dan dat ik het dan lastig vind om daar de woorden voor te vinden. En dan ik heb laatst letterlijk, vroeg ik aan jou van, ja, ik ben aan het zoeken naar de woorden. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. En dan komt gewoon die man ertussen. En die zegt gewoon, ja, dan ga ik gewoon grof taalgebruik gebruiken eigenlijk. Om het maar even op te lossen. Ja. Terwijl ik voel eigenlijk wel van, ja, ik zou dat meisje heel graag woorden willen geven. Maar die heb ik niet. Nee. Dat is echt, ik merk dat ik als ik daarmee oefen, dat ze dan bij mij vier veel beter naast elkaar staan. Maar ik heb het idee dat ik dat bij heel veel mensen terugzie. Van dat we het moeilijk vinden om eigenlijk woorden te geven aan dat meisje. Ja, nou, dat klopt. Daar komt eigenlijk ook, hè, de tapping en de tovertapping, waarom ik dat zo'n mooi instrument vind, is eigenlijk op het moment dat we ook hier veel, hè, de tovertapping is eigenlijk tapping, alleen dan smart tapping, alleen dan met kinderen. Ja. En voor veel mensen kennen het ook als emotional freedom techniek. Ja, EFT. Ja, ja, inderdaad. En wat je daarbij ziet is, het mooie is dat we natuurlijk
die switchende amygdala krijgen, maar ook heel erg leren woorden geven aan hetgeen wat er in ons speelt. Ja. En die emoties, die zitten voor een groot deel allemaal in dat meisje. En die vindt het ook dus heel moeilijk om woorden te geven. En die man, dat is precies wat je zegt, die is aan de ene kant is het een overlevingsmechanisme, maar het is ook, nou precies waarom ik het spannend vond om hier bij jou hier te zijn, hè, is dat ik zelf ook dyslectisch ben, zelf ook vaak zoek naar de juiste woorden. Het allemaal veel helderder is in mijn hoofd. En daar vindt die man wel wat van. Die vindt dat Jezus vindt de juiste woorden even. Of die gaat inderdaad voor mij. Die denkt, dit is niks voor mij. Weet je, prima, laat een ander lekker doen. Ja. Dit ga ik niet doen. Ja. En die... En hoe los je dat dan toch op? Want je zit hier wel. Ja. Ja, dat is dus dat is denk ik de wil van het jongetje. Die het natuurlijk ook wel interessant vindt en leuk vindt. Ja. Maar dit is eigenlijk best ook wel zo'n leermoment voor straks. Ga ik dat ervaren? Weet je, is het nou echt niet mijn ding? Of is het een angst die me tegenhoudt? En is het afweermechanisme van die innerlijke man die zegt... Nou weet je wat, ik vermijd het lekker, dan hoef het ook niet aan te gaan. En het een en het ander is niet altijd zo. Hè? Dus het kan ook echt wel niet mijn ding zijn. Ja. Dat ik denk, ja weet je, leuk dat ik het gedaan heb. Maar het heeft me straks zoveel energie gekost. En ik ben er eigenlijk helemaal niet happy over. Nee. Dat is iets wat ik straks kan gaan teruggeven. Ja. Nee, maar ik weet uit het verleden dat ik er toch wel veel energie uit haal. En dat ik het heel leuk vind. En dan ook weer heel trots kan zijn dat ik het wel gedaan heb. Maar wie zet je dan eigenlijk even achter het stuur van je leven om toch in die auto te stappen, toch hier naartoe te rijden en toch hier te zitten? Hoe pak je dat dan aan? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen wel eens een ja, nee, is dat wel wat voor mij? Zal ik dat wel doen? Ja. Ja, bij mij pakt de mannen daar even over en die zeggen, we gaan het gewoon doen. Ja. Ja, dus die zegt, dan heb ik ja gezegd. En ik weet, als ik eenmaal ja zeg, ga ik ook niet weer nee zeggen. Dus dan staat het er. Ja. En dat is best een mechanisme waarin ik in het verleden best wel tegenaan ben gelopen. Want zo deed ik het altijd. Hè? In de klas, wie wilde eerst de presentatie geven? En dan zag je allemaal twijfelen. En dacht ik, ja, weet je, de gemierenneuk. Hup, ja, ik doe het wel. Maar ja, stond ik daar als eerste. En tuurlijk vond ik dat ook heel spannend. En ik deed het gewoon. Ja. En zo heb ik wel heel veel dingen altijd gewoon gedaan. Maar zonder daarbij te voelen. En dat was wel mijn valkuil. Is dat je dan 1000 keer over je grens heen gaat. Over je eigen grens. Ja. Want ik deed het. En ik deed het ook altijd prima. En weet je, het was nooit echt een probleem. En dan behaalden we het. En dan kwam er toch nog even achteraan. Zie je, waar maakte je druk over? Je hebt het toch goed gedaan? Alleen dat zijn typisch twee voorbeelden waarin ik niet geluisterd heb naar het gevoel. En daarna ook geen ruimte kreeg voor het gevoel. Want ik zei, zie je, heb je aangesteld. Oh, okay, dus twee keer doe ik eigenlijk het meisje wegzetten. Ja. En we zien eigenlijk dat ik nu nog steeds hetzelfde doe. Alleen wel ruimte neem. Dus een tap rondje heb gedaan voor de spanning. En het oké is dat ik eigenlijk voel dat het niet helemaal mijn ding is. En dat dat ook heel logisch is. Omdat ik vaak zoek naar die woorden. En hè, zo zat ik laatst nog met iemand en dan wil ik het woord lantaarnpaal zetten. En dan komt iedere keer die T als eerste. Dus dan zeg ik op een gegeven moment, je weet wel, zo'n paal langs de weg die licht geeft. Nou ja, dat zijn natuurlijk angstverhogende dingen. Als ik denk, nou, ja, hè, de hele podcast zit hier. Maar op het moment dat je dus aandacht en dat erkent. En daar gaat het eigenlijk over, dus die erkenning en herkenning. En daardoor kan je het accepteren en loslaten. En dan heeft het gewoon zijn plek. En dan kunnen we hier prima zitten. En kan ik nog steeds een beetje voelen. Ja, misschien is het niet helemaal mijn ding. Maar het is ook heel leuk. Want ik kan heel veel creativiteit en kennis kwijt. En dat vind ik superleuk. Ja. Nou, wat mij heel erg helpt is dan gewoon letterlijk dat meisje er even bij pakken. En ook erkennen. Ja. En stel je voor, ik sta boven aan een berg. En ik ben helemaal omhoog gefietst. En dan kijk ik naar beneden en dan denk ik, nou, hier zou je met de beste materialen nog niet naar beneden schuifelen op je voet. En ik ga hier naar beneden fietsen. Dan zeg ik ook letterlijk, ik heb nu echt, ik vind dit vet eng. Ja. Ik vind dit vet eng. En ik weet ook nog niet hoe ik dit ga doen.
Maar dan heb ik wel direct een strategie van oké, niet al helemaal het pad naar beneden willen bepalen. Maar gewoon even die 2 meter voor me, dat kan ik. Rustig. En ook tegen het meisje zeggen van als het wel te gek is, dan stoppen we gewoon. Dan stap ik af en dan ga ik lopen. Ja. En dan zo neem ik hem mee. Ja. En niet zeggen van nou kappen, je hebt het al heel vaak gedaan. Want dat valt me ook op. We gaan wel eens naar hetzelfde gebied in Spanje. En dan iedere keer als ik er opnieuw kom, moet ik weer opnieuw, vind ik het allemaal weer vet spannend. Want het is natuurlijk veel ruiger en veel meer scherpe rotsen dan in Nederland. Ja. Dus dan moet ik die eerste dag weer, oh ja, grappig. Echt weer wennen. Ja, ja, ja. En dat is echt inderdaad wat je zegt, die gevoelige kant, dat innerlijke meisje. Ja. Die dat steeds weer nodig heeft. Ja, steeds weer nodig. Ja. Ja. Ja, en op een gegeven moment krijgen ze echt wel het vertrouwen. Oh ja, ik weet dit. Ja. Maar op het moment dat we dat zouden negeren en zouden zeggen, ja, hè, wat stel je aan? Dan zal je merken dat je angst eigenlijk groter wordt. Dus ja, het herkennen en het erkennen is ontzettend belangrijk, ja, om het eigenlijk, om er geen last van te hebben. Ja, grappig is dat, hè? Ja. Ja. Nou ja, en dat zien we natuurlijk ook in de opvoeding, door wel de hele tijd aandacht te geven van ik snap dat je teleurgesteld bent, of jeetje, wat een domper is dit, of wat was dat erger eigenlijk, hè, dat muisje overleed. Ja. Ik noem maar wat. Dan wordt ze even gezien of zo. Dan is het niet van, ja, jij met je gevoelige kant, jij mag er niet zijn. Maar door dat, ja. Ja, eigenlijk door de ruimte aan te geven, letterlijk, verdwijnt het. Ja. Hè? En dat is eigenlijk wat we met tovertapping doen, is hè, de ruimte aangeven en de woorden aangeven. Ja. Waardoor heel het emotieregulatie ook heel erg op gang gaat. Maar door het erkennen en het herkennen. Herkennen en erkennen, dat is een goede volgorde. Je geeft je eigenlijk de ruimte om het er even te laten zijn. En dan verdwijnt het eigenlijk. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Ja, maar alles wat je uit het donker haalt en in het licht zet, wordt ook licht. Ja. Dat is het leuke. Ja, maar en de angst van heel veel mensen zit eigenlijk daar ook in. Van, hé, maar wacht, dan geven we aandacht aan iets en gaat het dan niet groeien? En dat zien we eigenlijk dus dat met emoties heel erg, hè, dat het niet per se de aandacht is. Want je kan inderdaad ook echt aandacht geven. En dan krijg je bijna een innerlijk meisje als een innerlijk meisje. Aandacht geven, dan kan het ook groeien. He, dan kan je. Ja, dan ontstaat de drama queen en dan zitten we hier 3 dagen later nog te huilen. Ja, oh ja, ik vind het ook zo erg. Ja, dus dan krijg je dat. Maar ja, op het moment dat we gaan herkennen en erkennen, dan is het eigenlijk echt dat we ruimte geven aan dat wat er is, om het er even te laten zijn. Nou ja, en dan is die emotie, dat is, vind ik, zo fantastisch. Hij is dan wel krachtig, maar hij duurt meestal maximaal 90 seconden. En dat kun je echt wel aan. Helemaal in een veilige setting. En helemaal als je dan ook nog bij een ervaren therapeut zit. Ja. Ja. Ja, maar ja, dat is wel. En dat is het mooie van kinderen eigenlijk. Op het moment dat ze bij mij komen, zeggen ze ook heel vaak als ik ga erkennen, dan gebruiken ze ook echt heel vaak de woorden. Hoe weet jij dat? Hè? Dus het lijkt net of dat je, ja, gedachten kan lezen. Maar ja, uiteindelijk is het een methodiek waarin ons eigenlijk ons empathisch vermogen heel erg gebruiken. Dus met de empathie kunnen we altijd naast de ander gaan staan en zeggen van, I get it. Weet je, ik snap het. Ik ben daar. Ik weet hoe het voelt om daar even te zijn. Om dit even te voelen. Ja. En hè, dat kan je met boosheid doen. En laatst deed ik ook, zei ik, als we anders nog een gaf ik een oefening aan een meisje en ik zag haar helemaal afhaken. En ik zei, ach, daar hebben we dan natuurlijk ook helemaal geen zin in. Weet je, al die ingewikkelde emoties en hoe moet je ze gaan. Hè, dan ga ik zeggen, ga ze even tekenen en ik zie je kijken en je denkt, nou echt, Mirjam, kan je dit verzinnen? En toen keek ze me echt aan en toen zei ze, hoe weet jij wat ik denk? Maar dat is natuurlijk even verplaatsen in. We weten allemaal wanneer we afhaken en we weten allemaal wat we nodig hebben. En door die puzzel te herkennen van die innerlijke familie, kan je ook zo fijn therapie geven. Omdat je dan kan denken, oké, hoe kan ik dat innerlijke jongetje van haar dan weer uitdagen? Want die emoties hebben even ruimte gekregen, doordat het even mocht zijn. En uiteindelijk was kleuren niet, maar was verven de ding. Dus dat ging dan helemaal goed. Hè? Dus of vragen wat ze zelf willen. Maar dat is het mooie, dat ze het vaak ook zelf weten. Ja, op het moment. Je weet het bijna altijd eigenlijk wel zelf.
Dat is die vrouw naar voren schuiven. Ja, en dat is dus bij kinderen waarom ik het ook zo mooi vind. Is op dat moment dat we dat. Hè, met de kinderen werk ik heel veel met de innerlijke familie, maar nooit uitgelegd aan hun. Want dat is heel ingewikkeld om daarboven te gaan staan en te begrijpen. Maar ik werkte natuurlijk wel heel erg veel mee. En op het moment dat we dan tapping doen, dan zie je eigenlijk dan zie je hun innerlijke vrouw dus groeien. Want je doet dat met je innerlijke vrouw. Dus de woorden geven aan emoties en het vertrouwen hebben dat je jezelf kan opvangen. Dat als je heel erg verdrietig bent of als je heel erg boos bent of dat iets heel heftigs is of heel erg teleurgesteld bent, dat je eigenlijk een tool hebt in jezelf die je kan doen, waardoor je eigenlijk heel snel weer je rustig voelt. Ja. En daardoor veel meer succeservaringen kan opdoen. Ja, dat is echt gewoon een magisch iets. Ja, precies. Want als je in stress bent, is het super lastig natuurlijk om helder en logisch te denken. Terwijl dat tappen, hoeveel procent daalt je cortisol dan niet door een rondje tappen? Dat is bizar, hè? Die is heel bizar, ja. Ja, we weten niet precies de getallen. Nee, die maar het is echt... gaat heel, heel hard naar beneden. En dat is soms verschillend natuurlijk in hoeverre je precies erkent en herkent wat je wat voelt. Het is. Ja. Maar uiteindelijk kan dat van 100% naar 0%. Zakt in één keer, kan heel hard zakken. Ja. Hey, ik heb ook nog opgeschreven, dan wil ik wel even met jou over filosoferen. Maar waarom denk jij dat heel veel mensen depressief worden of zijn? Dat is een van de snelst groeiende ziektes. Ziek, ja. Kan je kwalen? Ja. Ja. Ja, kijk, dat is... Als we die innerlijke familie erbij gaan halen. Ja. Wat gebeurt er dan? Nee, is het jongetje te ver weg? Het meisje lang niet gehoord? Nee, het is natuurlijk... De depressie zit heel erg in de innerlijke vrouw. Oké. Dus die is zwaarmoedig. Die weet het niet meer. Dus het is eigenlijk het niet weten hoe je... Ja, hoe je balans kan creëren in je leven. Ja. En op het moment dat dat te lang ontstaat, dan kan je depressief worden. En dat is natuurlijk bijvoorbeeld als... Stel je voor dat dat meisje aanwezig is in verdriet of in niet-acceptatie of iets dergelijks. Dan kan ook op een gegeven moment de vrouw de zwaarmoedigheid voelen van... Ja, ik kan mijn gezin niet helpen. Hè? En op het moment dat jij je dochter verdrietig ziet, maar er niet kan troosten of het niet lukt, dan ga je dat voelen. Ja. Dus daar zit die depressie heel erg in. Maar die zit wel gecombineerd in al die familieleden. En dat is natuurlijk de verwachting die er heel erg ook is. Oké, maar ik heb ook het idee als je geen zin meer hebt, als je geen reden meer hebt om je bed uit te komen, dan is die levensenergie die is dus weg. En die vrouw die weet het eigenlijk niet meer. Ja. Zoiets... Dus het jongetje en de vrouw, die staan met de hand in het haar. Nou ja, kijk, je jongetje, je hebt natuurlijk je bore-out, maar je hebt ook je burn-out. En op het moment dat we ergens te lang in blijven hangen, en daar zou je wel het meisje bij kunnen pakken. Hè? Dus dat is de verwerking van het meisje. Op het moment dat we niet kunnen verwerken, dan blijven we lang ergens last van hebben. Maar de verwerking doet die innerlijke vrouw. Dus daarvoor zie je eigenlijk dat die depressie meer met dat innerlijke meisje en de innerlijke vrouw te maken heeft. In het verwerkingsproces. Alleen, wat maakt dat er niet verwerkt kan worden? Dat zou goed kunnen omdat die innerlijke man veel te veel voorop staat en die het niet toelaat. En dat die allemaal muren om zich heen heeft. En een innerlijke man die wil niet naar een therapeut gaan. Een innerlijke bijvoorbeeld man... als die een overtuiging heeft dat zoetsappigheid is en niks gaat brengen. Ja. Nee, dan is dat vooral de innerlijke man die inderdaad... En de innerlijke man, even voor de helderheid, kan dus ook in de vrouw zitten. Een vrouw kan een innerlijke man in zichzelf hebben heel die erg. Denkt... duizenden euro's uitgeven aan een coach of aan een therapieprogramma. Hallo, dit moet je toch gewoon zelf op kunnen lossen? Zo erg was het toch niet? Ja, klopt. Dat. Zoals ik bijvoorbeeld veel innerlijke mannen zie, hè, of het nou vrouw zijn, of hè, die inderdaad zeggen, opvoeden kunnen we allemaal en daar heb ik niet hulp bij nodig. Of dat moet niet mogen. Ja. Dus daar zien we die strengheid. En op het moment dat het dan niet gaat lukken of moeilijk is, dan kunnen we depressief raken. Maar ook als dat jongetje bijvoorbeeld inderdaad lang niet daar geweest is, dan en er is veel te verwerken. Dus dan is er gewoon eigenlijk geen balans. Kan zorgen dat we die depressie voelen. En die depressie
Ja, die heeft heel veel met erkenning en herkenning te maken. Van werkelijke behoeftes. Ja, en het loslaten en het accepteren. Ja. En op het moment dat we eigenlijk niet in balans zien, zien we eigenlijk dat die, ik noem het altijd de woorden heal, hè, herkennen, erkennen, accepteren en loslaten / leren. Hè, dat oh ja. zit aan het einde. Oh ja. Heal met dubbel L. Ja, zo zou je mooi kunnen zeggen, inderdaad. Dan kan die depressie op de kop komen. Of je nou pijnklachten hebt of verdrietige klachten. Dat is eigenlijk alles wat er op dit moment is. En je kan het niet healen. Hè? Je kan het niet weer loslaten of ervan leren. Dan zal je daar blijvend in blijven hangen. Ja. 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 Dus die verwerking is heel erg belangrijk om geen depressie te krijgen. En dan komen we dus eigenlijk weer terug bij het begin van die hooggevoeligheid. Dat daar die diepe verwerking, daar zien we eigenlijk dat die verwerking langer nodig heeft, heel erg diep gaat. Dus vandaar dat deze groep soms ook wat extra's nodig heeft. Ja, mooi. Mooi. Ja, ik had nog opgeschreven, stel ik ontdek allemaal minpunten aan mezelf. Hè? Dus ik ontdek de hele tijd dat de schaduwkanten van mijn jonge meisje, man en vrouw naar voren staan. Maar ik weet even niet meer waarom ik die vraag op heb geschreven. Ja, wat als je allemaal in je schaduwkant aan het leven bent? Ja, misschien. Maar ja, dat heb je waarschijnlijk vaak zelf niet in de gaten. Dat ontdekt, daar heeft meestal je omgeving meer last van. Ja, het is natuurlijk wel, kijk, op het moment, maar ja, ook als ook je vrouw in de schaduwkanten zit. Nee, dan wordt het gewoon heel zwaar. Ja, ja dan wordt het heel zwaar. Ja, en dan ben je ook, dan, maar dat voel je denk wel ook zelf. Hè? Dan is gewoon veel dingen niet goed. Veel dingen. Het is allemaal gewoon heel zwaar dan. Ja, het is heel zwaar dan. Ja. 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 Ja, ik weet even niet meer waarom ik hem... Je wilde er iets over vragen. Ja, grappig hè. Maar dan zit je in een bepaalde... Nou, en welke ik nog leuk vond is... gaan we daarmee afsluiten. Dat is het dodelijke duo en het gevaarlijke duo. Ja, ja, je hebt duo's inderdaad. Ja, dus en, dan gaan er eigenlijk... Bijvoorbeeld het jongetje en de man die gaan met z'n tweetjes voorop staan. Ja. Of het meisje en de vrouw gaan met z'n tweetjes achter de microfoon zitten. Ja. Wat kan er gebeuren bij het dodelijke duo? Ja, het dodelijke duo is ook wel eens een denderende trein, zeggen we dat. Het dodelijke duo is het jongetje en de man samen. En die zitten dus alle twee in die egocentrische eigenschappen. En die kunnen wel heel lekker voelen eigenlijk. Hè? Want het jongetje is creatief, is leergierig, staat aan, weet wat hij wil. En op het moment dat het de man daar ondersteunend in is, dan krijgen ze ook heel veel voor elkaar. Maar ze houden niet zoveel rekening met anderen. En ze zijn niet zo lief en niet zo aardig en niet zo inlevend. Want die zijn wat naar achter. Maar de dodelijke duo die... nou, daarom heet die dodelijke duo. Dus die is vooral dodelijk voor anderen. Ja, ja, ja. Krijg je... Meedogenloos. Ja, het sarcasme, de scherpe opmerkingen. We hebben een doel te bereiken. We willen alleen maar daarheen. Dus die zitten veel niet in hun... Niet lullen, maar poetsen. Ja, schaduwkanten. En dan krijgen we dodelijke duo. Wat dus niet een hele fijne karaktereigenschap is. Die we soms wel eens herkennen. Vooral in het werk van bazen. Die gewoon zeggen, daar hebben we heen te gaan. En... wat jij allemaal voelt en vindt. Nee. En daar hebben we gewoon even geen tijd voor. Nee. Ja. Dus we moeten voor. En soms herkennen we ook dat dodelijke duo wel eens in onszelf. Hè? Alleen het maakt het ook dodelijk innerlijk. Omdat we geen ruimte hebben voor dat meisje en die vrouw. Oh, ja. En ja, we hebben ze alle vier nodig. Die balans is er gewoon. En, maar het dendert wel gewoon door. Ja, door. En daardoor is die ook zo dodelijk. Omdat er wel heel veel dingen behaald kunnen worden. En ze zijn heel doelgericht en gaan er ook voor. Ja. Ja, en het kan dus ook wel een beetje verslavend en lekker voelen voor degene die erin zit. Ja, want je bereikt gewoon heel veel. Ja, ja, ja. Ja. En daar zit natuurlijk een bepaald beloningsmechanisme aan voor jezelf. Ik zie zo'n dodelijk duo, die laat één spoor van vernieling achter zich, maar zelf zit die wel zo zeg maar achter het stuur. Zoiets zie ik voor me. Ja, nou, klopt. Hey, en het gevaarlijke duo, wat gebeurt er dan? Het gevaarlijke duo is eigenlijk het meisje en de man. En die zijn een beetje gevaarlijk samen, omdat het overlevingsmechanisme van de man
Dat is, hè, die zit er, die, het beschermmechanisme van die man, die komt daarin. En dat maakt dat we faalangst kunnen ontwikkelen. Dat het eigenlijk best... Het gevaarlijke duo. Meisje, man. Nee, je zegt het gewoon helemaal goed. Oh, okay. Meisje, man, 105. Ja, nee, dan is het wel het faalangst en het ervoor gaan staan. Dus het gevaarlijke is dat de man het meisje de mond snoert. Ja, het gevaarlijke duo is inderdaad dat er veel ontstaat. Hè? Dus dat je dat alleen maar het overlevingsmechanisme nog van belang is. Dus dat ook je mechanisme wordt dat je het jongetje inderdaad niet toelaat, wat ze zeggen. Want dat is ook je bescherming naar dat meisje. Dus dat meisje wordt helemaal beschermd. Ja. Maar het meisje wil het eigenlijk heel goed doen. En die man die wil toch eigenlijk wel doelen behalen. Dus hier zie je eigenlijk dat het meisje steeds harder gaat werken. Dat die man steeds negatiever wordt naar het meisje. Waarvan er ook een... Ik kan het eigenlijk nooit goed doen. Dus die lat wordt steeds hoger gelegd. Okay, dus die is ook echt gevaarlijk voor jezelf. Ja. Ja, mooi. Ja. Hey, we hebben superveel nu over die innerlijke familie gesproken. Zeg jij van, ja, we hebben hier heel erg over gesproken, maar deze kant van mijn werk of deze kant van mijn interesse hebben we helemaal nog niet aangestipt? Nou, we hebben heel veel aangestipt. Ja. Ja. We hebben het heel veel over die innerlijke familie gehad. Ik denk dat inderdaad, maar daar hebben we het net ook over gehad, dat die tapping en die tovertapping en echt zo ontzettend een mooie tool, ja, is. Die vooral helpt dat verwerkings- en dat heal-proces te doen. Ja, ja. En dat daar eigenlijk je hele balans mee terugkomt. Ja. Ik denk dat we heel veel mooie dingen hebben aangestipt. Ja, super. Ja. Super. Ja. Leuk. Dan kan ik ook weer heel voelen, hè? Hoe leuk het werk is. Ja. Ja. Ja, nee, maar gisteren ook, dan heb ik weer zo'n tap-sessie gehad. En met iemand met hoge leeftijd. En dan vind ik het ook zo heerlijk dat ik zeg, weet je, we hoeven niet die hele geschiedenis uit te gaan kauwen. Nee. Dat hoef ik hoef niet te weten wat er allemaal is gebeurd. Maar laten we gewoon beginnen. En dan merk je gewoon zo snel dat je van alles waar je nu op dit moment last van hebt, dat je daar de scherpe kantjes af kan halen. Ja. En dat iemand al met creëert. Zoveel... ideeën en meer zelfvertrouwen naar huis gaat, dan denk ik erg, wauw, ik ben zo blij dat ik dat ontdekt heb. Mooi. Het is zo snel, het is efficiënt, het is niet te veel, dat vindt mijn jongetje dus blijkbaar heel lekker. Ja. Niet te veel lullen, best wel snel poetsen, ja. Snel resultaat. Ja, nou, daar sluit ik me bij aan. Dat vindt mijn innerlijke jongetje ook heerlijk. Heerlijk, ja. En om die ruimte te zien, om weet je, die effecten gelijk te kunnen zien. Maar ook om die ruimte te creëren. En om die extra tools toch, hè, om ook nog te leren om die woorden te geven. Maar dat vind ik zo mooi. Want als ik tap, heb ik het idee dat echt mijn vrouw daar zit. En die hoeft, die voelt gewoon van wat er in die ander speelt. Ja. En dat vind ik ook zo magisch. Dat mensen letterlijk zeggen, ja, dat woord. Ja, dat was het. Ja, maar dat komt volgens mij omdat daar dan echt die vrouw zit. Klopt dat? Ja, tapping doet de vrouw. Ja. Hè? Dat is die daarmee oefen je ook je vrouw. Het is echt empathie die je inzet. Is het inleven. En als tapper, als therapeut tapper, ga je ook, word je heel snel geleerd om eigenlijk echt even in die ander te duiken. En het mooie is om dan woorden te geven die ander nog niet heeft. Ja. En dat maakt ook dat die kinderen zo vaak zeggen van, hoe weet jij dat? Ja. Maar ook, ik had laatst iemand die helemaal die boosheid niet durfde te benoemen. En op het moment, dan kies ik expres juist even voor de felle boze woorden. Ja. En dan de ander, die hoeft er ook nog helemaal niet te zijn, maar het is wel even lekker dat je de ruimte krijgt over dat wat je eigenlijk voelt om daar woorden ook aan te geven en er te laten zijn. Ja. Ja, dus dat is het mooie van tovertapping. Waar dus binnenkort ook weer een training van komt. Ah, mooi. Ja, goed voor, om te weten. Voor professionals. Ja. Om mee te doen. Ja, nou ja, weet in ieder geval, ik ben super blij met wat ik van Merel heb geleerd, wat ik van jou allemaal leer. Ik gebruik het dagelijks. Dus leuk. Ja, echt, ik ben er echt heel blij mee. Ja. En dus ik ben ook blij dat je ja hebt gezegd. En dat we nu aan de luisteraar hebben kunnen delen van, oh grappig, we hebben die vier archetypen, die familieleden heb ik in mij. En dankjewel. Ja. Ik ga hem afsluiten. Helemaal goed. Jij ook bedankt.
Jij ook heel erg bedankt voor het luisteren, voor het kijken. Vind je dit werk gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren, waarmee je je energie aan ons door kan geven. En dan zou ik zeggen, heel graag tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.